Wat loopt er mis met de nachtwacht? De laatste tijd is er veel te doen over de bezetting van de ronde wacht. De dienstdoende nachtwakers komen steeds vaker niet opdagen. Daarmee voldoen ze niet aan hun plicht om de stad 's nachts te beschermen. We verwelkomen Frederik de Granvelle-Perrenot als gast in onze studio. De Granvelle-Perrenot is gouverneur van Antwerpen en hoofd en kapitein van de stad. Hij heeft ruime ervaring met het bewaken van de stad. Ook toen de Spaanse soldaten aan het muiten sloegen. Heer de Granvelle, welkom. Kan u wat duiding geven bij de huidige situatie? Goedenavond. Er zijn al heel wat geboden uitgevaardigd over het bezetten van de nachtwacht in deze stad. Helaas wordt hier veel te weinig gevolg aan gegeven. We ervaren zelfs tegenwerking. Gezien de moeilijke tijden creëert dit een uiterst gevaarlijke situatie. Verdere aanslagen moeten we koste wat het kost zien te vermijden. De schepenen en burgemeesters van deze stad hebben daarom nog maar eens het advies ingewonnen van de kolonels en kapiteins van de wacht. Op het expertenoverleg zijn de bestaande maatregelen bevestigd. De stad vraagt de burgers hun verantwoordelijkheid op te nemen en de wacht waar te nemen. Kan u deze maatregelen nog eens toelichten? Ten eerste, de klok van 10 uur zal ongeveer een half uur luiden om ervoor te zorgen dat de ronde wacht bezet wordt. Elke kapitein moet zorgen voor een behoorlijke wacht met schildknaap. En dat voor de klok stopt met luiden. Op dat moment moeten ook alle wijken met een ketting afgesloten worden. Ten tweede, na het luiden van de klok mag er niemand meer gewapend passeren, met of zonder licht. Uitzonderingen zijn natuurlijk de kapiteins en sergeant-majoors en de wachtmeesters van de stad. En uiteraard de heren markgraaf, de burgemeesters, de onderschout met zijn officieren, de schepenen, de kolonels en de gilde dekens van de wacht. Ten derde, niemand mag zijn aangewezen plaats verlaten voor het afgesproken uur, namelijk 's morgens na het luiden van de poortklok. Heer de Granvelle, hartelijke dank voor deze toelichting.